Want ik heb het jullie natuurlijk al gezegd. De winnaar van vorig jaar, X-Factor 2010, Jaap. Ik was toen al fan, kan ik je vertellen. Eens even zien, hij moet hier zijn. Hier hebben we Erik. Dit is de hal waar alle kleedkamers zijn. Dus alle juryleden. En Angela zit hier. Eentje verder nog, als ik het goed heb. Jawel. Jaap, daar is hij en ik hoor gezang. Kijk, dat zijn de geluiden die we willen horen als we zijn bij de winnaar van X-Factor 2010. Gezang. Wat goed je te zien, man. Ja, zeker. Leuk. Leuk om hier weer eens te zijn. En dit was mijn oude kleedkamertje ook. Hier heb ik met Kelvin en Matthijs dagen achter elkaar gezeten. Dus dat is wel heel leuk. Hoe is het om hier zonder hen te zijn? Om hier alleen te staan? Nou, Kelvin zit in het publiek, dus dat is gezellig. Maar Matthijs weet ik niet waar hij is. Maar het is wel even anders. Ik voel me in eerste jaar, bijna het hele team van X-Factor is ook eigenlijk altijd hetzelfde. Dus als je weer aankomt, dan is het alsof je hier vorige week nog hebt gestaan. Dat is wel heel gek. Aan de andere kant ben je ook wel weer een beetje een vreemde. Want ja, ik zit niet in deze show nu. Maar heel gaaf om te zien hoe dat allemaal weer hoe het gaat nu. Ja, je zegt het zelf al een beetje. Het is een beetje vreemd om hier weer te zijn. Kun je nog herinneren de eerste keer dat jij hier de studio in kwam? Hoe dat voelde? Ja, zeker. Nou, toen was het helemaal de allereerste keer was het helemaal leeg. We hadden het helemaal leeg gemaakt. Er stonden allemaal auto's voor ons klaar. En we werden ergens heen gebracht. Dat was nog bij de juryvisit. Toen dacht ik al, nee, dit is groot, hè. En de eerste live show kan ik me nog heel goed herinneren. Dat momentje dat je achter het podium staat en dat ze zeggen, nog 2 minuten en dan gaan we live. En met die zware stem van, ik ben even zijn naam kwijt, maar van 538. Maar dat moment vergeet je nooit meer. Dat was te gek. En helemaal als je dan opgeroepen wordt. Die eerste live show is wel heel bijzonder. Dat heeft wel een bijzonder dingetje. Toen je die eerste live show daar stond te zingen, had je toen verwacht dat je de winnaar zou worden van X-Factor? Nee, absoluut niet. Nee, er waren toen ook nog niet. Het was toen wel, werd er wel eens gezegd, je bent favoriet of wat dan ook. Maar dat was eigenlijk pas later in de show. Maar zelfs dan, je weet het echt niet. Je weet niet wat je doet. Je weet niet of je het allemaal nog maar weer goed gaat doen. Het jurycommentaar is heel veranderlijk. Dat zie je vandaag ook. Dus nee, ik had geen idee. Maar goed, dan win je zo'n mega grote show. Dan mag je een album maken. Waar is je album? Ja, nou, het album is verlaat. Dat is wel even jammer, maar daar zijn door omstandigheden. En hij is 27 mei, komt hij nu uit. 12 Engelstalige liedjes. En kijk, dat is zes, wat wij willen horen. Hij komt uit. Hij komt uit. 6 Nederlandstalige liedjes. Bonus tracks. Ik vond allebei gewoon heel leuk. En we hebben nu 18 nummers gemaakt, dus wel wat meer. Beetje laat, maar ik ben heel trots erop. En hij komt uit. En dit is eigenlijk de voorloper van het album Hoe hard je ook rent, die ik vanavond ga zingen. Dus eerste liedje wat ik ooit zelf schreef. Daar kom ik zo op terug, want daar wil ik veel meer over weten. Maar waarom heb je de combinatie gemaakt tussen Nederlands en Engels? Nou, het is natuurlijk ik heb eigenlijk geen combinatie willen maken of willen, heb ik ook eigenlijk niet gemaakt. Ik heb gewoon liedjes geschreven met mensen die ik heel leuk vind om mee te schrijven, want die kans krijg je. En uiteindelijk schrijf je gewoon en op een gegeven moment schrijf je met iemand waar je heel, heel leuk Nederlands mee kan schrijven en soms iemand waar je Engels mee kan schrijven. En waarom zou je dan eigenlijk een keuze moeten maken, weet je wel? Waarom moet je een keuze maken? En eigenlijk heb ik een keuze gemaakt door hiervoor te kiezen en gewoon de beste liedjes op het album te zetten. Of dat nou Nederlands, Frans, Engels, Duits is. Volgens mij moet dat gewoon kunnen. Ja goed, ik zou niet heel snel een Frans liedje gaan opnemen. Ik hou helemaal niet van hokjes, dus geloof me, ik ben de eerste die het van je aanneemt. Alleen, ik sprak Gordon net even en toen had hij het over talent van dit jaar. Dat het eigenlijk alleen nog maar beter wordt en beter wordt. Toen zei ik, ho even, dit is een belediging voor de artiest die straks op het podium staat. Onze winnaar, Jaap. Waarop hij zei van, ja, maar Jaap's stem is helemaal fantastisch. Hij gelooft helemaal in jou. Hij zei alleen, ik vind dat hij niet goed begeleid is na de show. Ja. Nou, kijk, weet je, daar is absoluut wat voor te zeggen. Dat je hebt is ook goed dat hij dat zegt. Want het is ook wel zo, als je een talentenshow wint, het is natuurlijk televisie. Laten we allemaal even eerlijk zijn. En als je het wint, dan zou het wel leuk zijn als je in het vervolg, en ik denk dat ze dat ook dit jaar wel weer beter gaan doen. Volgens mij wordt dat steeds beter. Dat je echt een hele goede, dat je heel erg begeleid wordt naar iets toe. Want je bent hier en dan je gaat zo als je het niet daar houdt. Dat is heel moeilijk. Hoe heftig is dat voor je ego? Ja, dat valt wel mee hoor. Want ik moet zeggen, ik ben 26 dan. En ik kan het wel enigszins denk ik relativeren, ook door mijn leven, dat ik het wel heb gezien. Ik ken deze hele show van binnen en van buiten. Dus ik wist ook wel dat het een beetje zo zou kunnen gaan. Je moet altijd beseffen, je bent er niet. Weet je wel? Je bent er echt nog niet. Je moet dan juist gaan knokken. En of dat nou een jaar doet of 2 jaar. Ik wilde heel graag voor knokken, dus ik knok er dus nou 3 jaar voor, of 4 jaar, of 10 jaar. Kijk naar een Ellen Clark die 10 jaar op straat ongeveer heeft gespeeld en waar is hij nu?
Dus zo moet je het eigenlijk altijd zien bij dit. Ja, en dit is wel muziek zit in je hele systeem, denk ik. Ja. En zoals Asher al zei, if you can dream it, you can do it. Voor jullie thuis trouwens, je kunt gewoon naar oh, we hebben een Twittervraag. Wacht even. Van Michel. Oh, dat snap ik. Hoe gaat het met je vriendin? Ja, heel goed. Die loopt hier wel ergens rond. En we wonen eigenlijk na de show. Ik woon er nog alleen. En op een gegeven moment dachten we, ik moest zoveel optreden. Elk weekend weg. En we zagen elkaar natuurlijk dan steeds minder. En toen hebben we gezegd, we gaan samen wonen. Dus ik woon alweer 8 maanden samen. En ja, gaat erg goed. En kan ze lekker koken? Kan ze goed wassen? Nee, serieus. Ik kan prima koken. Maar het is niet heel bijzonder. Ik kook dan. Nou, ik kook trouwens ook nooit. Ik hou altijd. En wassen, daar zijn we allebei vrij slecht in. Nee, het is niet echt een huisvrouw. Zeg, en waar val jij op? Wat voor soort vrouw val je op? Uiteraard op je vriendin, maar wat heeft... Wat ik altijd heel graag wil, is een heel mooi gezichtje. Ik vind een gezichtje het allerbelangrijkste. De rest maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Oh, oké. Okay. Genoeg, ja, dat heb ik echt. Dus het moet gewoon een heel mooi gezicht zijn, wat ik mooi vind dan. Hè? Wat iets uitstraalt, en dat heeft zij heel erg. Ja, het is natuurlijk gewoon een onwijs mooi meisje, vind ik. En vinden denk ik ook wel meer mensen. Maar ja, het maakt mij niet zoveel uit of het nou blond, bruin, zwart, dat maakt me allemaal niet uit. Of wat voor kleur ogen, maar het moet iets. Als ze maar lief hoofdje heeft en leuk is. Hè? Vooral dat ook, denk ik. En trouwen? Ga je trouwen? Nou, ik wacht daar nog wel heel even mee. Ik vind 26 nog prima om nog even te wachten. Ik kreeg een door in mijn oor van de Twitters. Ja, maar nee, ik ben het helemaal met je eens. Nee, ik wacht nog lekker. En kinderen, dat wacht ik ook allemaal nog wel even lekker mee. Nee, ik heb nog alle tijd. Ik geloof is dat toch altijd met dat trouwen en die kinderen? Geniet gewoon eens van de liefde. Ja, alleen dat. Nou, ik weet bijvoorbeeld Jim Bakkum, die we allemaal kennen. Ja. 23 en die gaat trouwen. Ja, die is er helemaal klaar voor. Die heeft ook een iets oudere vrouw, hè? Iets oudere vrouw, die is al een tijdje samen. Dus weet je... Het hangt er maar net vanaf. Volgens mij moet je het altijd gewoon allemaal doen wanneer je het allemaal lekker vindt en het voelt goed. Maar ik wacht nog even lekker. Je hebt groot gelijk. We hebben nog een Twittervraag voor je. Of je nog contacten hebt met andere kandidaten? Ja, je hebt het net al verklapt, hè? Kelvin sowieso. Kelvin heb ik veel contact mee eigenlijk. Die heeft ook net een nieuw singeltje uit en dat beluisteren we allemaal met elkaar. En dat is leuk, die zie ik veel. Nodig ik hier ook natuurlijk uit dat hij lekker komt. En met Angela heb ik dan nog even niet over de kandidaat. Maar Angela heb ik nog veel contact. En eigenlijk de rest niet zo heel veel. Maar ja, weet je, je kan niet iedereen blijven spreken. Dat zul je ook nooit houden. Maar Kelvin zie ik vaak. En je was wel heel close met Matthijs, hè? Ja, Matthijs ook. Kelvin en Matthijs. We waren altijd met z'n drietjes hier. En dat was ook lachen. We bleven heel lang natuurlijk samen. We zijn volgens mij de enige die inderdaad met z'n drietjes constant overbleven. Dus dat schept natuurlijk ook wel. Maar alleen Kelvin en jij zijn over als vrienden eigenlijk. Zo kan ik het wel concluderen. Als je het zo wil zeggen, dan moet je het zo zeggen. Maar nee, Matthijs is ook een goede gast. Maar ik heb hem gewoon niet zo heel veel meer gezien. Dus ja, dat is zo het. Kan dat gaan in het leven. Hè? Maar goed, je bent hier om te zingen. Ik ga je voorbereiden. Ik vind het heerlijk om je stem weer te horen straks. En dat album gaat in mijn auto. Heel hard 27 mei. Yes. En heet? Het heet Changing Man. En vanavond, nu eigenlijk al, is Hoe Hard Je Ook Rent, die ik vanavond ga zingen, exclusief gratis te downloaden op iTunes en op mijn site jaapbrezema.com. Kijk, even een klein stukje. Zing even wat voor me, alsjeblieft. Heerlijk. Gooi onze foto's uit je telefoon. Doe alsof ik nooit in jouw hart heb gewoond. Ik zal altijd weten wie of waar je bent. Dat is hem. Oh. Ik ben toch ook een softie. Ik zit even te smelten hier. Heb je dit zelf geschreven? Ja, deze heb ik zelf geschreven. Dus ik schrijf eigenlijk Engels, Nederlands maakt me dus nogmaals niet uit. En dit was het allereerste liedje wat ik samen met Chris Silos en Sander Baas, twee vrienden van mij, hebben we dit echt om de tafel zijn we lekker gaan zitten en gaan schrijven. Heerlijk. Vooral meer gaan zitten en schrijven, want ik wil veel meer van dit soort nummers. En jullie denk ik ook wel. Succes voor straks, hè. Dag.